Het dorpje Urk ligt daar lang niet meer op een eiland. Wel is er nog een haven en schepen zijn er ook. Urk is de thuishaven van onze grootste IJsselmeervloot, die uitbundig gepavoiseerd Vlaggetjesdag vierde. De hele bevolking was naar de haven gestroomd en voegde zich daarbij de honderden toeristen die dit feest waren komen bijwonen. En zo zag men er de traditionele klederdrachten, afgewisseld door de gewone stadse kledij. Een groot deel van de inwoners van Urk vindt zijn bestaan in de visserij en wat daarmee samenhangt. Talloze vissersvrouwen gingen aan boord van de kotters om mee te varen in de grote vlootschouw op het IJsselmeer. Voor de jeugd was deze dag een grote gebeurtenis. Velen mochten met vader mee op het schip en er waren er die al gauw bovenin de mast zaten. Zo voer dan een afgeladen vissersvloot uit de Urkerhaven naar buiten. Een vloot die niet alleen bestond uit de IJsselmeerkotters, maar ook uit de Urkerschepen die op de Noordzee vissen. 160 in totaal. Als het maar geen hondenweer wordt, dachten waarschijnlijk de achterblijvers die van het havenhoofd af de grote vlootrevue volgden. Maar dat viel gelukkig best mee. De landrottenbemanningen amuseerden zich heel goed op het woelige water. De Urkervloot, die na het droogmaken van de Zuiderzee haar jachtterrein voor een deel naar de Noordzee verplaatste, speelt nog altijd een belangrijke rol in de Nederlandse visserij. Dat ze daar trots op is, bewees ze op deze eerste vlaggetjesdag van het jaar.